U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgesteld op 30 januari. Het is bewolkt in Nederland en er valt flink wat regen. Lokaal valt er meer dan 20 mm. Vanuit het noordwesten wordt het in de loop van de ochtend geleidelijk aan wel droger. In het zuidoosten duurt dat nog een hele tijd. Temperaturen liggen rond de 8 graden en er staat veel wind. Een vrij krachtige tot stormachtige zuidwestenwind die geleidelijk aan iets afneemt. Vanmiddag vanuit het noordwesten dus wat vaker droog, maar de kans op een enkele bui blijft wel aanwezig, zeker in het noorden, misschien ook wel met onweer erbij. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 4 tot 6 graden en vannacht zijn er wat opklaringen, dan kan de temperatuur zelfs dalen naar 1 tot 2 graden in het oosten. Morgen neemt de bewolking vanuit het zuidwesten weer toe en gaat het regenen, elders kan er wel een enkele bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 6 en de 8 graden en er staat een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. Maandag is het ronduit zacht met temperaturen tussen de 11 en de 12 graden. En er valt zo af en toe een bui. Ook is er veel bewolking. Dinsdag ook dubbele cijfers, rond de 10 graden dan. Vanaf woensdag wordt het geleidelijk aan wat minder zacht. En later in de week neemt ook de kans op nachtvorst toe. Ik wens u een fijne zaterdag.